Leraren krijgen forse salarisverhoging. Nieuwe twijfels over veiligheid OV-chipkaart. Ik heb nooit het gevoel gehad van dit gaat niet lukken. Het is echt een kans geweest voor ons om iets heel nieuws uit te proberen. Het verkeer was totaal ontregeld. Er stond bijna 900 kilometer file. Het geeft een stimulans. Plasterk denkt dat het imago van het vak verbetert en dat het jongeren over de streep trekt. Minister Klink moet de oplopende kosten van onder meer persoonsgebonden budgetten zelf opvangen. De politie ziet deze mensen vaak in oude gewoonten vervallen. Wij zijn bezig om videoconferencing in de oncologiebespreking in te brengen. De oncologiebespreking is dus die bespreking waar het gaat over de kankerpatiënt. Om eigenlijk vanuit afstand te kunnen adviseren, zodat de consulent op zijn plaats blijft en vanuit zijn eigen plek middels videoconferencing kan adviseren over de beste behandeling voor de patiënt. Ik vind zelf dat de patiënt recht moet hebben op de expert die voor die patiënt noodzakelijk is. Of die nou in Groningen of in Maastricht of in Amsterdam zit, die moet beschikbaar zijn op elk moment en ook vanuit elke plek die je eigenlijk zou wensen. Dus men zit eigenlijk op verschillende plekken, maar het is net of men met elkaar aan tafel zit en met elkaar spreekt, alsof er geen afstand is. Er is op dit moment in het onderwijs een jaad. Leerlingen zijn met allerlei dingen bezig waar ze in aanraking komen met beroepen, met stages, met praktijkopdrachten binnen de school. Maar het laatste stukje ontbreekt nog, dat de leerling echt nadenkt over van, hey, wat betekent dat beroep nou precies? En dat is wat we met deze game nu aan gaan brengen. Waarom is er nou zoveel schooluitval en wat zijn de oorzaken? Nou, de oorzaak ligt dat leerlingen vaak geen beroepsbeeld hebben. Oftewel, ik ben een opleiding aan het volgen, maar ik weet niet wat de toekomst, hoe die daar precies uit zou kunnen zien. En wij denken, als we dat nou kunnen omdraaien, we laten je precies een beeld opbouwen van wat je kunt worden en wie je bent als je een bepaald beroep uitoefent. Nou, dan zullen we daar de schooluitval ook mee kunnen tegengaan. Het is een website voor jongeren van 12 tot 22 jaar die depressieve klachten hebben. Die kunnen daar terecht voor hulp als ze een bepaalde mate van depressiviteit vertonen. En dat meten we aan de hand van een heel klein testje, een depressietestje. Dan komen ze automatisch in aanmerking voor een chatgesprek, dus live chatten. Niet met een vrijwilliger, maar met een therapeut, met een hulpverlener. Met 34 ziekenhuizen te maken in dit Otto-project. En wij zijn dus bezig geweest met 34 raden van bestuur om hun fiat te krijgen om zelf te investeren in dat project. Ja, het is moeilijk om zoiets als kleine organisatie zelf te doen. En als er dan zo'n projectvoorstel, zo'n prijsvraag langskomt, waarin je ja, ook anderen kunt interesseren omdat er toch een zak geld staat, ook al moet je zelf nog veel bijbetalen of meebetalen, maakt het toch aantrekkelijker. De medici hebben natuurlijk gewoon hun patiënt te bespreken, dus dat is hun doel. En daar moet toch eigenlijk een stukje coördinatie zijn om de ICT'ers ook te laten snappen wat de medici willen. En omgekeerd, de medici moeten ook begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het goed laten verlopen van een dergelijke bespreking op deze wijze. Het was bijzonder leerzaam.
Zonder de MNICT-impuls zouden we niet deze partijen, dus Stichting Praktijkleren en Pad Onderwijs Innovatie, Stichting Praktijkleren voor het MBO, Pad Onderwijs Innovatie voor het VMBO, zo intensief met gaming in het onderwijs kunnen experimenteren. Dat is in die zin heel risicovol. En wat dat betreft biedt de prijsvraag van MNICT echt een steuntje in de rug om met hele nieuwe concepten in het onderwijs problemen op te lossen. Je moet investeren vooraf in draagvlak creëren. Dat is belangrijk. Nou, heb een oorspronkelijk idee. Dat blijft toch de kern. Verlies je niet in bureaucratie. Maar probeer gewoon duidelijk te formuleren wat het effect kan zijn van een nieuw idee waarmee je problemen in de samenleving wil op zien te lossen. Echt tips heb ik niet. Behalve dat je dat met enthousiasme en een soort gedrevenheid dat wel helpt. Ja, ook in de manier waarop je het schrijft. Ik denk dat het voor de jury ook wel zichtbaar is wat de intentie is van de aanvrager. Geeft toch wel een stukje voldoening, hè, dat je hier in ieder geval zelf ook aan hebt kunnen meewerken. Ik heb een nieuwe wereld ontdekt. Een wereld van gaming. En dat zou zonder MNICT-projecten niet geweest zijn. Ja. Ja. Echt leuk. Heb je een duidelijk idee, een innovatief idee, dan kan je de prijsvraag winnen.